Hey Bastiaan, heb je nog een leuke tip? Ja, natuurlijk heb ik nog een leuke tip. Wist je dat je standaard uitnodigingsmails kan versturen bij agenda items? Ik ga even laten zien wat ik daarmee bedoel. Op het moment dat ik mijn agenda open en in een agenda maak ik een agenda item. Ik neem bijvoorbeeld afspraak met August. Bij type geef ik aan dat dat acquisitie is. Klik op bewaren. Dan kan ik vervolgens hier aan de rechterkant bij het widget genodigde mensen toevoegen aan dit agenda item. En stel ik wil mijn collega Arjan daarvoor uitnodigen. Dan klik ik Arjan aan. En dan zie je hier een vinkje. En als je dat vinkje aanvinkt, dan ontvangt Arjan een mailtje daarvan. En als je het vinkje niet aanvinkt, dan stuurt hij dus geen mailtje naar Arjan. Nou, op het moment dat je eigenlijk normaal gesproken die mailtjes niet wil versturen. En af en toe wel, dan is het zeg maar dit hartstikke handig. Want dan moet je ze echt heel bewust aanvinken. Maar wat nou als je eigenlijk altijd of bijna altijd die uitnodigingsmail wil versturen, dan is het een beetje onhandig om iedere keer dat vinkje aan te vinken. Dus kan je instellen in je gebruikersinstelling. Dus je klikt bovenin de agenda op de knop instellingen. Als je key user bent, dan krijg je de optie tussen klantinstellingen en gebruikersinstellingen. En dan klik je op gebruikersinstellingen. Als je geen key user bent, dan ook die automatische gebruikersinstellingen. En dan heb je hier de optie agenda verstuur standaard een uitnodigings-e-mail. Wij openen die instellingen. We zetten hem op actief. We klikken op bewaren. En bij deze worden de vinkjes automatisch aangevinkt. Op het moment dat je iets hebt eerst zien dan geloven, ga ik dat nog even laten zien. Ik open mijn agenda weer. Ik open het agenda item afspraak met Otis. Ik klik even de vervelende reminders weg. Daar hou ik niet zo van, maar toch. Rechtsbovenin bij genodigen klik ik op wijzigen. Ik klik opnieuw Arjan aan en kijk eens, het vinkje is standaard aangevinkt. Dit was mijn tip om standaard uitnodigingsmails te versturen bij agenda items.